Cornelis Albers, 45 jaar. Pieternella Adriana Andriessen, 48 jaar. Aanwezig bij het voorlezen van de namen is oud-burgemeester Ivo Opstelte en pastoor van de Laudeskerk. Harold Schorre was een van de initiatiefnemers van het onderzoek naar de namen. We hebben de kans om ze even te spreken over waarom zij het belangrijk vinden dat deze namen voorgelezen worden vandaag. Wij zijn begonnen toen met een interreligieuze dienst hier aanwezig. En we zouden allerlei kaarsen aangesteken voor toenschatting van ruim 800 overledenen. Slachtoffers van wie we de namen niet wisten. En die namen werden die kaarsen werden aangestoken door kinderen. En toen kwam iemand met het idee van, moeten we dan niet een kind een naam laten oplezen van een kind die van dezelfde leeftijd. Dus daar is het stadsarchief toen mee begonnen. En op grond daarvan dacht men, we moeten eigenlijk nu eens een keer aan het werk om toch al die namen bij elkaar te krijgen. En zo is het gebeurd eigenlijk. Dus het Stadsarchief en Stichting Voorouder hebben echt heel veel werk geleverd. Mijn gedachten gaan ook uit natuurlijk naar de nabestaanden. Voor wie het zo belangrijk is om te weten wat er met hun voorouders is gebeurd. En daar ook dat ze dan het slachtoffer zijn geworden van het bombardement in Rotterdam. Een ander punt wat diep in mij zit is natuurlijk wat voor verschrikkingen zo'n bombardement kan aanbrengen in een stad en naar de mensen. Het gevoel dat we ook nu in deze tijd, zeer actueel is dat, natuurlijk met de oorlog in Oekraïne, waar je het ook ziet, wat de oorlog, dus geen vrede, wat dat veroorzaakt voor mensen en nabestaanden. En ik vind het een prachtig, heel mooi initiatief van de Stichting Voorouder, samen met het gemeentelijk archief, dat ze dit voor elkaar hebben gekregen. Johan Schwenker, 23 jaar. Heinrich Schwiebert, 24 jaar. Johanna van den Heuvel, 35 jaar.